Dit is nieuwsuitzending nummer 143. Maar het kan ook een ander nummer krijgen, want ik ben een beetje in de war gelopen. Want dit is een ontzettend goede broadcast die ik hier gemaakt heb. Ik ga een beetje reclame maken voor mezelf. Hè. Kan je gewoon bij mij in de keuken kijken. Hier ben ik mee bezig. Dit heb ik al eerder geüpload. Maar die ben ik nu in stukjes aan het knippen. En het eerste stukje is 37 minuten. Dit moet je gewoon kunnen trekken. Lekker over de vrijmetselaars. Die zitten daar ongeveer. En dan ga ik deze nog uit elkaar pulken. Dus ja, waar deze uitzending dan terecht gaat komen, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel waar ik het over ga hebben. Namelijk over de valse vlagoperaties. En dan mijn aantekeningen. Ik heb dit allemaal afgewerkt. Ja, dat heb je allemaal gehad. Ik ben er ook nog een paar vergeten. Zelfs nog met die... Ik weet er nog een paar meer. Maar goed, hier wil blijven zeuren. Maar om een beetje recent te blijven. VN. Wat denken jullie daar zelf van? Wat is dat? Dus ik ga hem er even bij pakken. Dus, Unitaire Nations. Unitaire Nations. Ja, wat is de Unitaire Nations? Kijk, wat is dan... Works for Relative Human and Rights Amnesty. Maar waar zitten ze dan? Ze zitten toch hier, oh? Headquarters. New York City. Daar zitten ze. En de subsidiaries. En dan de founders, dat is Frankrijk. Het Koninkrijk Denemarken. Ecuador. Australië. En Moray. Ja, dat is een grapje natuurlijk, hè? Wie heeft het allemaal opgericht dan? Moray? Wie is de Moray? Oeh, dit is Moray. Nou, wat is de United Nations? Denken jullie dat dit eerlijk is? Is dit het Verenigen der Naties? En daarboven, waarom zou ik dat willen? Ik vind het wel geinig dat als ik in België kom, dat ik echt mijn oren moet spitsen om te luisteren dat ze de ham, dat noemen ze hesp. Ja, dan moet je me even weten. Hè? Maar ik vind het wel leuk. En Friesland vind ik ook heel bijzonder, hè? En trouwens, Friesland en Groningen is ook... En hoezo Verenigde Naties? Wat is die vereniging dan? Waarom moet dat verenigd worden? Punt 1. Want ik weet nog in de tijd dat... toen ik dus in Groningen zat, toen was ik een jaar of 16, 17. En dan was het een paas... de eerste paaszondag of zo... En dan kon je maandag kon je gewoon de hele dag je alcohol lopen verwerken. En verwerpen natuurlijk, ook braken. Dat wisten al die jongens. Dus dan gingen ze allemaal naar de boerentent. En dan was het zuipen. En dan gingen die Gunningers, en gewoon meppen tegen die Vrijzen. En die Frisken, die zeggen zichzelf niet Vrijs, die zeggen zichzelf Frisk. En dan lekker terug meppen. Lekker over een meisje of zo, hè? Een of ander meisje, die zat weer een beetje te lopen. Hè? Is altijd weer een meisje. Maar goed, daar gaat het toch ook om. En we maken het uit dat die jongen van 18... die krijgt maar een paar blauwe plekken. Voor mij wat een gebroken kaak. Dat is een beetje, is niet vervelend. Ik wens het die jongen niet toe. Maar dat zou leren gebeuren dan. Of een gekneusde rib. Ja, kom op, een gekneusde rib. Pff, wat voor een watje doet daar moeilijk over. Hè? Dus laat die jongens gewoon lekker een beetje knokken onderling. Gewoon de vrije teugel geven. En dat wordt allemaal in bedwang gehouden door de Verenigde Naties. Nou, dan gaan we even kijken. Dan doe ik even dit. Kijk gewoon waar we uitkomen. Bosnia. Wat deden ze er ook alweer? Ik heb daar... Wacht even, dit is interessant. Dit is UN.org. Wat even, jongen. Hier hebben ze de United Nations. Nou, die hebben Bosnië en Herzegovina en Kroatië. Nou, dat hebben ze verenigd, joh. Oh, daar val je helemaal bij stil. Nou, wat hebben de Unitaire Nationen, Nations, de Unitaire Nations. Nou...
Naait de Unitet ons? Nee, ik denk het wel. De Unitet naait die ons? Yep. Ik heb mensen persoonlijk ontmoet die in Srebrenica geweest zijn. Die gediend hebben onder Karamans. En als je dat verhaal, toen ik dat verhaal had gehoord, toen snapte ik hoe het in elkaar zat. En de Unitet naait die ons? Ja. En onze jongens ook. En die aardige mannen, die komen hier terug en die denken, ik ben Unitet genaaid die ons. En krijgen ze dan een beetje hulp? Nee, mond houden, we hebben zoveel gekozen. Bah. Het is niet de Verenigde Naties, dit is niet een organisatie die ons aan het verenigen is. Nee, ben jij gek? Dat is een organisatie die ons tot verdeeldheid brengt. En die verdeeldheid die ze zelf creëren, die gaan ze dan vervolgens als de Pontifex Maximus, de allergrootste bruggenbouwer, dan gaan zij dat lopen repareren. Er is een filosoof geweest, en Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer was niet alleen een filosoof of een slimmerik, maar ook een aardige vent. En die had een ongelofelijke hekel aan hem. En iedereen vraagt zich af, waarom had Arthur Schopenhauer zo'n hekel aan hekel? Had hij soms een soort een naamspraakgebrek? Nee. Arthur Schopenhauer had gewoon een ongelofelijke hekel aan hekel. Want hij wist dat hekel, die lulde gewoon uit zijn hekel. Die zat een beetje in een klaslokaal en allemaal meisjes. 80% van zijn leerlingen, dat waren gewoon jonge dames met intelligente borsten. En hoe moet je dat ook weer noemen? Je hebt intelligente borsten en vertrouwenswekkende billen. En een mooi gewaad wat je uit kan trekken. Ken je die mop van het zwembad? Wat een leuk pak, trek eens uit. Ja, dat mag, hè. In het geval van Hegel mag je echt... Die man is het woord hekel niet eens waard. He? Eikel. Maar Hegel heeft dat dus verzonnen. Van problem, reaction, solution. Dus thesis, antithesis, synthesis. That's it. De mensheid als een soort naaktslak. Met een nadruk op naakt en langzaam. He, geen revolutie. Zal ik maar zeggen. Lullo. Nou, en hebben we hier de Unitet Nations. Nou, de Unitet Nations. Die zegt als eerste. Ik ga even proberen in te zoomen. Ik ben toch lekker bezig. Ik heb de tijd opgeschreven. Ik ben 18 over 18 begonnen. Dus ik heb nog zeker 50 minuten. Dan moet ik eventjes dat blommetje inzoomen. Kom op. Work with me. Ja. Kijk, hier gaat het om, hè. Sustainable Development, nou daar heb ik dus helemaal niks aan. Dat zegt mij helemaal niks, ik weet niet wat het inhoudt. Deze twee dingetjes, dat is dus, ik heb gisteravond, zal ik die vieze film er even bij pakken. Gewoon om jullie te pesten, waarom maakt het uit? Ja, hij zit er nog in. Hier, deze film, ik start er niet op, maar ik doe het niet, dat is echt te erg voor woorden. Maar dit is dus die film, ik doe het gewoon toch, waarom maakt het uit? Het gaat over Rome, hè? Ik zal geen vieze plaatje laten zien. Ik beloof het jullie. Ho, dit gaat bijna mis. Ja, dit gaat helemaal mis. Maakt niet uit, ik ben helemaal zenuwachtig. Want dit gaat over de Unitet. Naait die ons? Ja, die naait ons. Deze film heb ik gisteravond gezien. Waar begint hij nou? Ik hoop geen al te intelligente borsten in beeld. Oh, wat een hard geluid. Lossen we in één keer op. Dit is die soundtrack van de Oneidin Line. Dus deze film. Die moet je echt niet gaan kijken, hoor. Dat moet je echt niet doen. Dat is een stom idee. Het scherm blijft ook helemaal mooi grijs. Maar de film waar we het hier over hebben, die heet Caligula. Dat was een Pontifex Maximus van zijn tijd. En dan totaal verdorven.
Ja, vind je het gek? Nou, de unitaire naait u ons. Dat is dezelfde verdorvenheid. Het gaat alleen maar over seks. Oh, ik zag net even een beeld, maar jullie hebben verder niks gezien. Je kan hem zelf wel gaan kijken als je het echt wil, maar ik zou het niet doen. Hè? Maar daar zijn dus deze twee dingetjes van. Dit is de keizer. Hij heeft een aan de ene kant en aan de rechterkant. En een vies buik, man. En wat zeggen ze dan? No poverty. Ja, wat bedoelen ze daarmee? Wat staat hier dan? No poverty. Is dat een oud mannetje? Die heeft een stokje. En een kind ertussen, vrouwtje. Nog een vrouwtje, weer een kindje en een mannetje. Oké, dus een jong mannetje, een volwassen man, een oude man en twee jonge vrouwen en twee jonge kinderen. Ja, het lijkt mij ook een probleem. Ja. Dat is een problematisch beeld, hè? Dat die ene man al een stok heeft. Snap je nou? En dan krijg je de volgende. Zero hunger. Geen honger. En dan hebben ze hier een kommetje met drie van die S'jes erbovenuit. Ja, dus? Ik anders morgen kan ik gewoon... Oh, dat is wel mooi. Nee, maar dat is mooi. Dus morgen kan ik gewoon in plaats van de Albert Heijn... Dan bel ik gewoon naar de Unitaire Naaitions... En dan zeg ik, hallo, ik heb een beetje honger en ik dacht zelf paardenbiefstuk of kippenbotten mag ook. Daar maak ik een soep van, maar dan wil ik wel een bosuil erbij of een pree. En rijst heb ik nog. Ja, en dan komt de Unitaire Naaitions, ja, die komt gewoon langs. En die zegt, hier zijn u, want zero hunger. No more hunger. Ah, echt waar joh, dat is helemaal niet waar. Laat die lui van de UN, van de Unitaire Naaitions, laat ze gewoon onze landbouw laten plegen. Als er geldt hier, als je hier in Nederland, hè, als je het in je bolle vet haalt, om je volkstuin een beetje te gaan lopen te verbouwen, en je gaat aardappels verkopen, jongen, dan heb je de aardappelaaltjes... inspectiebrigade op bezoek voordat jij Mississippi kan spellen. Daar kunnen van het IJsselmeer één grote visvijver maken. Al die ganzen, die Canadese ganzen die hier naartoe komen en al dat gras oplopen vreten. En op onze kosten. Nou, dan lijkt mij dat wij dan ganzen mogen eten op hullie kosten. En mag dat? Nee. Al die ganzen worden vergast en die worden ergens in een put gedumpt. Weet je wat ze gedaan hebben in de Oekraïne? Zero hunger. Hè? In de Oekraïne daar hebben ze alle landbouwactiviteit verenigd. Hè? Dat heet communisme. Dat is de allergrootste hobbyspeeltje van de paus. En dan zegt hij altijd, ik hou eigenlijk van fascisme, maar dat is om ons angst aan te jagen. Hè? Maar de paus is gewoon, trouwens fascisme en communisme, wat scheelt het? Bottom line, hè? En bij het communisme in de Oekraïne, ja, werden al die boerderijen werden geconfiskeerd. En de oogst die werd gewoon in beslag genomen. Zoals de paus met Urbi et Urbi zegt, dank voor die bloemen. Dat is gewoon een cadeau. Mag je heel jaar lang werken voor de paus. En dan, als het dan oktober komt, ja, dan komen de soldaten langs. Die nemen alle oogst mee. Ja. Ze neuken je vrouw nog als ze zin hebben. En dan zijn ze weg. En dat is gebeurd in de Oekraïne. En de vraag is of dat nog steeds gebeurt. En ik zeg, nou op een bepaalde manier wel. Ik krijg het derde punt. Een goede gezondheid en well-being. Wat is dat dan? Wat is well-being? Welzijn. Goede gezondheid en welzijn. Ja, wat is welzijn? Dan krijg je een grafiekje met een hartje erbij. Hebben we het over hartkwalen? Ja, ik heb een hartkwaal als ik denk aan de Verenigde Naties, wat ze uitgevroten hebben, in die zin dat ze zich beweren te zeggen de Verenigde Naties te zijn, en ze eten uit hun neus en kijken de andere kant op.
ergste kop nog, hoor. Er werden veel meer van deze valse vlagoperatie die de Verenigdheid der Naties behelst. Want de Verenigdheid der Naties is alleen maar dat ieder heeft zijn eigen stukje grond. Je hebt een eigen cultuur en de een is christelijk en dat wordt natuurlijk de winnaar. Dat denk ik dan, hè? Want ik ben altijd voor Ajax geweest, zullen we zeggen. Hè, dat is een grapje, hoor. Even doordenken, dat is een doordenkgrap. Hè. Ik kom uit Amsterdam, weet je wel. En zo gaan wij met die andere volkeren om. De Heer heeft, je kan het gewoon zien. Je kan gewoon zien dat een Suri, of een Indi, of een Indo, of een, we hebben nog meer van varianten. Maar dat zijn anderen. Dat betekent niet dat we daar geen seks mee mogen hebben of zo. Dat gaat helemaal niet om. Maar die multipliciteit, die diversiteit, dat maakt het juist goed. En de Verenigde Naties, ik zit er niet op te wachten. Absoluut een onkunst. Ik wil juist een onverenigde naties. Ik wil naties die gewoon voor hun eigen gebied zorgen. En dat we onze dochters kunnen uithuwelijken. Om het maar even scherp te stellen. Dat je echt blij bent dat je dochter er eentje hebt van die dat gebied. Oké, zeg je dan. En dan ga je zo snel mogelijk op je paard, als grapje, of op je Toyota. Dan ga je naar die baas toe en dan zeg je, oké, wat kost het? En dan zegt zo'n vent tegen jou van, wat kost wat? Ja, je krijgt mijn dochter. Wat kost dat? Wat wil je hebben? Zo los je alles op, hè? En een goede gezondheid en welzijn, ja, ik weet het niet. Waar komt het op neer? Ik zou in ieder geval niet de A12 iedere ochtend vol gaan plompen met files. En al die gescheiden gezinnen en iedereen, die gaat gewoon kankeren. En die krijgt uiteindelijk kanker. Of ze hadden al kanker en ze kankeren gewoon door. En niemand heeft in de gaten dat ze lichamelijke kanker hebben. Want het is allemaal normaal. Want iedereen loopt met de kanker hier. En wat is dan welzijn? Ik wil helemaal geen welzijn. Ik wil dat mijn kachel bijvoorbeeld, die doet het wel. Die heb ik nog niet aangehad dit jaar. Want ik heb dat niet nodig. Maar ik vind het wel belangrijk als er gasten komen of whatever, dat ik de kachel aan kan doen. Dat wil ik wel. En ik wil wel warm water om af te wassen voor mijn vrienden. En ja, af en toe dan denk ik van, eerst even douchen voordat je naar je moeder gaat. Dat je een beetje fris bent. En dan moet ik een shampootje hebben en natuurlijk toiletpapier. Dat is toch mijn welzijn, of niet? Oh ja, en dat je met je poten van mijn spullen afblijft. En als je het wel doet, dat ik je gewoon een klap voor je bek mag geven. En dat iedereen applaudisseert in plaats dat ik naar de bij mijn baas word gestuurd. Dat noem ik welzijn. Kijk je punt 4. Kwaliteitsonderwijs. Ja, helemaal never, 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 never. Helemaal never. Deze lui van de Verenigde Naties, die gaan maar een keer vertellen over de geschiedenis. En wat ze hebben uitgefroten. Ik ben zo dadelijk bij punt 6 en dan stop ik. In de zin van met het oplezen van deze absolute bullcrap. Maar kwaliteitsonderwijs, dat geld, dat geeft het niet meer. Op zijn Duits gezegd. Dat is al lang afgelopen. Wie weet het jaartal van die aanslag op het Britse parlement. Waarbij de bedoeling was dat ze het hele parlement, de totale koninklijke familie, voor zover die aanwezig was, inclusief het personeel, het barpersoneel en een toevallige voorbijganger die een steen op zijn kop zou krijgen. Het ging dus over een paar honderd doden. In welk jaartal was dat? Dat weten jullie niet. Dat komt vanwege dat kwaliteitsonderwijs. Ze kijken wel linkeruit om dat soort dingen in de boeken te laten staan.
Eens in de zoveel tijd ruimen ze de bibliotheek op, want dan sijpelt er weer wat door. En dan schuiven ze al die titels opzij. En dan zeggen ze, dit is ouderwets. Hier heb je de nieuwe geschiedenis. En dan laten ze ook dus zo'n boek schrijven door die vrijmetselaar, die George Orwell, of hoe heet die, William Blair of zo. 1984. Want we zeggen jullie gewoon hoe we het gaan doen. Dus je moet niet zeiken achteraf. Oh, heerlijk. Nee, de Verenigde Naties zegt, maar de grap komt nog zo dadelijk hoor. Je moet vooral blijven hangen. Heb je nummer 5. Dat is gender equality. Dat is geslachtsgelijkheid. Nou, dat vind ik ook. Ik vind dat vrouwen echt aan het werk moeten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zie om me heen allemaal mannen. En die doen het allemaal. Hè? Die doen wel de afwas. Die brengen wel de kinderen naar school. Die hebben wel gewoon de bankrekening in de gaten. En die vrouwen zitten allemaal te wachten op de bediening. Hè? Hoeveel vrouwen werken er hier in Arnhem bij de rioolreinigingsservice? En de rioolreinigingsservice, laat ik je even uitleggen, is een heel makkelijk bedrijf. Het eerste woord is riool. En het tweede woord is reiniging. En het derde woord is service. Hè? Dat betekent, 's morgens om 6 uur sta je gewoon tot aan je middel in een rotzooi. Zonder een knijper op je neus. Nou, oké. Oké. Ja, laat die vrouwen maar komen. Ik wil graag dat mijn beste vrienden, die ook kunnen schaken en die moeten bij de RRS werken. En die staan er 's morgens om 6 uur in die damp. En die komen helemaal zo van de H2S helemaal zo duizelig thuis. Ja, kunnen ze met mij niet schaken. Dus wat ik me voorstel is dat zijn vrouw neemt gewoon de helft van zijn werk over. Gender equality. You get me. Maar daar heeft de Verenigde Naties het niet over. Nee, die zitten tegen vrouwen te zeggen, nou, maar als jij gewoon je hoge hakken aandoet en je doet oorbellen in, nou, dan ben je al aan het werk, hoor. En dat noemen ze gender equality. En die kerels die staan op de bouwsteiger en af en toe flikkert er eentje af en die breekt zijn nek. En dan gaan die vrouwen lopen zeiken dat de gezondheidszorgskosten van de mannen zo hoog zijn. Ja, dat komt door dat soort bouwongelukken. Werkongelukken. En voor de rest zitten die vrouwen de hele tijd in het ziekenhuis. Ik zou ook echt gender equality willen. Dat je gewoon een strippenkaart krijgt. En dan heb ik 500 strippenkaarten hier liggen op een stapeltje. En die kan ik dan verkopen. Want ik ga namelijk never nooit naar de dokter. En vrouwen de hele tijd. Dus wat is gender equality? Dat vrouwen net zo vaak naar de dokter mogen als mannen. Nou, het lijkt me een geweldig plan. Dan gaan ze tenminste afwassen. In plaats van lopen zitten zeuren in de wachtkamer tegen een andere vrouw die ook ergens een pijntje heeft. Waar gaat het over? Wat is gender equality? De gezondheidskosten voor vrouwen zijn echt hoger dan die van mannen. En dat vrouwen momenteel, ja, gender equality, dat is ook zo'n mooie. Neem het primaire onderwijs hier in Nederland. Daar staan alleen maar vrouwen voor de klas. Is dat gender equality? Moeten daar niet kerels staan? En waar heeft die Verenigde Naties het erover? Ze prediceren iets, ze prediken iets. Wat ze helemaal, dit is een totale valse vlag. Ik ben benieuwd naar een samenleving waarbij dus het vuilnis opgehaald wordt. Gewoon, ja, de ene keer een vrouw en de andere keer een man. En die schepen, dat je gewoon, moet je 3 maanden varen. Moet je eerst naar New York, dan moet je naar Cuba. En dan moet je naar Afrika. En dan moet je afmeren ergens in Milaan. En dan moet je met de trein naar huis. En dat, voor 50% doen vrouwen dat. Ja, ik vind het best. Maar doe dat dan. En ga niet tegen mij lopen vertellen dat ik vrouwen loop te verbieden om dat soort werk te gaan lopen doen. Ze kunnen zich toch ook aanmelden bij de gemeentereiniging? Hoezo moet ik een vrouw helpen om scheepskapitein te worden? Kunnen ze dat tegenwoordig zelf niet meer? En wat is dan dit gender equality? Ik weet het echt niet. Help mij.
Ik weet alleen maar dat mannen die doen het allemaal wel. En vrouwen die zitten een beetje te mopperen. Maar ik voel me niet zelfstandig. En het punt is, het gaat niet om het gevoel, het gaat erom dat je dat doet. Je moet gewoon niet zeuren erover. Een vrouw, ik heb het in de vorige uitzending waarvan ik trok even mijn bier open. Het is oudejaarsavond, ik mag dat. En ik kan heel goed tegen mijn lever. Wij zijn geschapen man en vrouw. Dat is echt een verschillende rol. En vrouwen die dus beweren, want ik ben feminist en ik ga op mijn hoge hakken naar mijn werk. Nee, je bent gewoon een KUDDE-homo. Je bent een kudde-homo. Je loopt gewoon mee. En je doet idioot. Want waarom zou je op je hoge hakken mogen lopen? Waar slaat dat überhaupt op? Had gezorgd voor lange benen. Ja, die heb je niet gekregen. En ik ken mensen, mannen, vrienden. Ja, die zien er niet echt uit als George Michael. Op zijn foto's dan, hè? Want het schijnt dat George Michael er tegenwoordig niet meer zo danderend uitziet. Maar in die tijd, hè, was George Michael echt eentje waarvan de vrouwen dachten van... Kijk, nu gaan we praten. Met dat soort mannen wil ik het wel doen. Daar wil ik wel mee gezien worden of zo. En die vriend van mij, waar ik het over heb, ik kan zijn hoofd zo voor me tekenen. Nou, dat is gewoon niet een George Michael die op een catwalk van... I'm too sexy for my shirt, so sexy it hurts. Ken je die ook nog, die band? Wake me up before you go go. Oh. Gender-equaliteit. En die vriend van mij, ja, dit is gewoon niet een sexy as hell. Die is helemaal niet zo sexy dat hij niet in zijn t-shirt past, want hij koopt gewoon een ruim t-shirt. Ja, hij heeft een bril en hij heeft verstand van allerlei goede dingen en hij maakt zijn monies. En hij zeurt niet in de kroeg, hij drinkt gewoon zijn bier op en heeft een gesprek. En voor de rest is hij sexy? George Michael gelijk? En mag hij zich dan laten veranderen? Nee, dat gaat niet. Nee, dat kan het niet. Maar hij zit gewoon in zijn eigen, gewoon een lekkere lichaam. En hij redt het maar gewoon mee. En je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt. That's it. En dan de laatste dan, voordat ik dan toekom aan mijn grote punt. Dat is dan rechts. Schoon water en sanitair. Nou, zeg. IQ, dat is een kwestie van niet alleen nadenken, want je kan ook cirkeltjes draaien. Hè? En dan ben je wel heel hard aan het nadenken, maar dan, ja, je zit net als een kleine poes, zit je achter je eigen staart aan te jagen, zeg maar. Hè? Kan je ook een gedachte van krijgen als mens natuurlijk. Hè? Maar IQ is natuurlijk ook dat je boven je denken uitstijgt. En dat je ook inderdaad een begrip krijgt van verhip. Het is best wel een goed idee om water te drinken. Kijk, en daar betaal je dus de Unitet 90 ons. Nou, daar betalen ze voor. Dat ze ons gaan vertellen, ja, je moet schoon water hebben. En weet je waar schoon water vandaan komt? Nou, dat valt van boven. Dat heet regen. En... We hebben ook van en het regen, dat regent dus overal hier in Europa. Noodzakelijk is dat. Dat is een heel lastig verhaal. Maar je hebt dus in de Oceaan zit al de zout. Hè, en dat verdampt dan. En dat geeft dan waterdamp. En dan gaat het stijgen. En dan hier in Europa. Dan in de Sahara, daar regent het niet zoveel trouwens. Daar is wel hele vochtige lucht. Dat kan je daar laten regenen. Hoor. Je kan de Sahara gewoon, je kan regenzones maken in de Sahara. Dat weten deze e-holes, die weten dat wel. Ze kunnen zo al het vocht in de Sahara, dat kan je zo. Die luchtvochtigheid in de Sahara is heel hoog. Alleen dat condenseert niet. Dus daar moet je een trucje mee doen. En de truc is, ik zal het maar even vertellen, ik ben toch bezig.
Dit is de truc. Weet je maar, een andere keer kan ik nog even over... Hier gaat het om. Komt hier nog een beetje. Thermoelektrisch effect. Dus je kan met elektriciteit kan je koelen. Dus als je een batterij hebt en een kratje bier en 6 vrienden komen er zo dadelijk aan. Dan kan je dus met een Peltier element en je batterij kan je een koelbox. Zo zien ze er ongeveer uit. Kan ik het stilzetten? Weet ik niet. Ja, klik maar even op. Ik heb er één thuis. Het leuke is van dit effect, het werkt ook andersom. Dus als je één kant warm maakt en de andere kant koud maakt, dan krijg je stroom. En die stroom kan je weer gebruiken om andere Peltier-elementen een koeleffect te laten geven. En dan krijg je regen in de Sahara. Aan de andere kant heb je misschien niet eens regen daar nodig. Het is misschien wel best wel anders te doen. De Sahara is vooral een arme, heel, heel arm gebied. Ik zal het even bijpakken. De maps. Het is woestijngebied. Heb je ook in de... Weet je dat ding? De Gobi heb je ook nog. Ik pak hem er even bij. Kijk, hier woon ik. Dan gaan we nu hier naartoe. Leuk hè, kan je gewoon reizen met YouTube. Maar dit moet dan dus de Sahara zijn. Dat is dit gebied. Het is helemaal geel. Maar als je hier gaat werken met mest. En je moet een watervang maken. Maar de luchtvochtigheid is hier heel groot. Dus het is eigenlijk meer van, kijk wat je hieronder ziet. Het is allemaal ontzettend groen. Hè? En hierboven hebben ze dus, op een of andere manier is het hier qua cultuurbouw, cultuurbeheer, een beetje uit de hand gelopen. Of ze konden er niks aan doen. Inmiddels kunnen wij dit gebied veranderen. We kunnen dit hierboven net zo groen maken als hier. Dat is echt geen probleem. En nu we toch naar deze kaart kijken. Wat hebben ze hier uitgefroten? De Verenigde Naties. Wat denk je zelf? Ja. En dit, Somalië. Dat zijn allemaal Somalische mensen. Die zijn, je hebt met me meegaan. We gaan maar lekker scrollen. Hè? Hier is het Somalië. Als je hier een IQ-meting doet. En dan doe je het gewoon. Een IQ-test met... Ik pak hem gewoon even bij. IQ-test is taalloos. Hè? Even, ik ga hem niet afmaken. Kijk, maar dit is het bijvoorbeeld. Dit is een IQ-test. Nou, als je die afneemt met iemand uit dit gebied, dan is dat vergeleken met ons gebied een IQ van 80. Oftewel 0,8. Oftewel, een 10-jarige Somaliër is net zo slim als een 8-jarige Nederlander. Waarbij Nederlanders nog wel iets boven de 100 zitten trouwens. Dat ligt een beetje aan. De Chinezen of Aziaten, die scoren heel hoog op de IQ. En Somaliërs echt niet hoor. Die hakkelen erachteraan. En dat soort mensen zie ik ook hier in Arnhem hangen. Het is niet dat ze onvriendelijk zijn. Ik ben helemaal niet bang voor ze ofzo. Maar wat doen die mensen hier? Ons verenigen? Nou, en die Somaliërs, die zijn dus helemaal hier naartoe gegaan. Hoppa, weer helemaal omhoog. En daar naartoe. En dan zitten ze hier of zo. Missouri of Kansas, Oklahoma. Helemaal daar vandaan. Is dat het verenigen van de naties? Ik denk het toch echt niet hoor.
En slim zijn ze niet. Niet in de zin dat ze een IQ-test kunnen halen. En dat maakt iemand niet slecht of zo. Maar terug naar het schone water en het sanitair. Ja, natuurlijk is dat nodig. Dat kan je overal vandaan halen. Je moet gewoon je gebied moet je goed onder controle brengen. En in Afrika regent het heus wel. Het punt is dat ze vangen het water niet op. Ze maken geen bassins. Ze slaan het niet op. Ze zijn eigenlijk als de leliën des velds. Hè? Of de vogelen des velds. Hè? Ze leven er gewoon op los. En dat is toch op zich goed. Nou, laat die mensen dat dan maar gewoon. Krijgen ze maar een hongersnood. Dat is dan hun probleem. En als ze met ons zaken willen doen, dat is een ander verhaal. Ja, dan willen wij wel een tractor leasen of zo. Maar ze gaan wel betalen. Maar terug naar de Verenigde Naties. Ja, mijn October surprise. Hele verrassing is dat. Kijk, de Verenigde Naties, die is ontstaan in 1945. En dat is een opvolging van de Volkerenbond. En de Volkerenbond, die is opgericht na afloop van de Eerste Wereldoorlog. En toen wilde Amerika niet meedoen. En omdat ze toch wat verenigds wilden, is toen de Council on Foreign Relations opgesteld. En na de Tweede Wereldoorlog hebben ze dus dit ding opgericht. Nou, waar gaat het nou over? Nou, iedere staat die moet hier lid van worden. Oh kijk, de organisatie heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. En oh, vandaar. Iedereen was verbaasd dat Obama, die natuurlijk gewoon Guantanamo Bay open zou houden, want niemand had anders verwacht. Maar deze organisatie heeft ook een Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Oh. En ze zijn verantwoordelijk voor alle oorlogen, mede. Ze hebben er niks aan gedaan. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn ontzettende wandaden hebben daar plaatsgevonden. In de voormalig Joegoslavië ook. Er waren kampen met prostituees. Verschrikkelijk. Ze laten het ook nog op tv zien. Dat maakt het extra leuk. Dan kan je ook bij de VPRO hier in Nederland. Kon je dan toen zien hoe dat dus onder de paraplu van de Verenigde Naties. Meisjes, oké, je ligt op je rug. Dat valt dan wel mee. Maar de bedoeling is dat iedere regio lid wordt van dit ding. En er is één regio. En die is bijzonder lid. Die is toezichthouder. Vicarius. Kijk wat kan heel. Die kan. En de UN. Ik weet niet of ik het snel kan vinden. Hoor. Kijk. Oh, oei. Nee, maar dit is echt een hele mooie. Dit. Hier staat hij. Het Vaticaan is geen lid van de Verenigde Naties. En is gegeven een permanent toezichthouderschap. En nu moet je onmiddellijk gaan denken aan bedorven kip met salmonella. Een ongelofelijke scheid hebben aan wat hier staat. Want dit kan natuurlijk niet. Ofwel. Is hier sprake van de Verenigde Naties? Dus het Vaticaan, dat hier Holy See staat,
Dat is de heilige stoel. Ja, ja, kan, Vatican City State staat hier, toch? Hè? Vaticaanstad is geen lid van de Verenigde Naties. En dat hier staat, not having applied for membership, ja, dat kan je gewoon vergeten. Dat is non-informatie. Je kan ook zeggen, dat kan je het ook zeggen. Het Vaticaan heeft nooit lid willen zijn van de Verenigde Naties. En kreeg een eeuwigdurende status van toezicht. De Vaticaanstad heeft het recht om alle vergaderingen bij te wonen. Aha. Ja, fijn. Don't panic. Af en toe doet mijn Mac dat. Maar dit is hem dus. Je hebt die relationship with the League of Nations. Dat was de Eerste Wereldoorlog. Die Amerikanen wilden toen nog niet meedoen. Dit is wat ons loopt te verenigen. Dit noemen wij de christenen. Heet dit het antichrist. Hij is geen lid. Je kan nooit tegen het Vaticaanstad zeggen. Van zeg. Als je nog een keer een klein kind verkracht. Dan gaan we echt een van jullie arresteren hoor. En dan zegt de Vaticaan zegt gewoon, oh ja joh, in welk land? Want in mijn land, en iedere katholieke kerk is een stukje van zijn land, nou, daarin geldt het neuken van kinderen als een zonde. Een zonde die worden vergeven. Het Vaticaan doet er erg makkelijk over. En jullie, buitengesloten degene die hè, mijn eigen parochie zijn. Maar de mensen die dat niet beseffen, die doen er heel makkelijk over. Ik denk van ja, laat het Vaticaan maar een paar kindjes neuken hoor. Ja, dat kost dan wat. Maar aan de andere kant, ze hebben wel van die fijne kinderdagverblijven. En dan kan je wel lekker je kind dumpen. Je kan zelfs je kind helemaal kwijt zijn. En dan gaat het gewoon permanent voor jarenlang naar Neerbos. In de buurt van Nijmegen. Of zo'n andere plek in de buurt van Reewijk. Hoorde ik laatst van een politieagent. Dat is mooi, kan je je kind dumpen. Maar ga er eens wat aan doen. Ga je tegen zo'n Vaticaan iemand zeggen van nee, je blijft met je poten van mijn kind af. Dan heb je een groot probleem. Dus als je van plan bent om iets te gaan doen tegen deze staat, die dus geen lid is van de Verenigde Naties. Bij deze kunnen we dus gewoon zeggen dat het Vaticaan gewoon niet meedoet met ons. Wij moeten allemaal netjes in de klas. En dan meneer de paus, de onfeilbare, die gaat dan met zijn stokjes slaan. Ja. Ik wil een kleine. Nee. Dat mag ik niet afmaken. Ik zie het zo voor me. Welk beeld het eigenlijk is. En hoe afgrijzelijk dat is. Ze wilden nooit lid worden van de Verenigde Naties. Maar ze zijn wel permanent toezichthouder. Dus. Is dat de Verenigde Naties? Of zijn het de Unitet Nations? Huh? Ik denk het wel hoor, dat laatste. En wij moeten als Nederland geen cent meer betalen aan deze instantie. En ik wil ook echt ik wil gewoon de rekeningen zien van wat er allemaal betaald wordt aan deze instantie. Met al zijn. Straks krijgen die vrijmetselaars ook nog subsidie. Ja? Dat zou je zomaar kunnen zien. Wat is het totale subsidiegelden aan deze idioterie? En hier zie je hem ook, hè? Ik klik hem gewoon eventjes in. Oh, dat is verkeerde plaatje. Sorry. Deze. Ja. Die staat er gewoon naast. Oké, ik kan zo heen en weer.
Kom ik zo weer terug. Kijk. Deze twee plaatjes staan naast elkaar. Ja? Dit is dat van Caesar. En dan hier zo de Flat Earth, zie je hier. Het klopt ook hoor, verder geen probleem. Het is gewoon een projectie van de aarde, waarbij deze ring eromheen, dat is de Zuidpool. Dat heet gewoon een model, dat is een bepaalde projectie. Wij gebruiken hier in Nederland de Mercator-projectie. Dat is een andere projectie. Maar je hebt heel veel projecties van de bol op een plat vlak. Want je kan alleen maar de werkelijkheid ervaren in een model. Dat is een andere keer ga ik daar wat dieper op in. Maar dit is dus de platte aarde met de Caesar eromheen. En dan heb je hiernaast wit en geel. Of goud en wit moet je zeggen. Hier zie je de twee sleutels. Dit is de gouden sleutel. En dit is de zilveren sleutel. En die zijn verbonden met een koord. En het heeft een koraalrode kleur. Dus bloedrood heet dat. Die twee zijn verbonden. En als je die verbinding wil verbreken, dan gaat er bloed vloeien. En hierboven zie je dan de drielagige kroon. De Tiamara, zo. En daarmee geeft de Heilige Vader, zo wordt hij genoemd, aan dat hij regeert over de hemel, het aardse en de hel, het onderwereldse. Voor zover er een onderwereld is natuurlijk. En waarom zou je erover willen regeren? Wat beweert deze man? Erg zielig hoor. En ook heel zielig voor ons dat wij opgescheept zitten met dit probleem. En ook heel zielig voor ons dat ik al bijna 60 ben en er pas voor een paar jaar achter ben. Terwijl ik toch echt ongelooflijk veel tijd heb doorgebracht in klaslokalen en bibliotheken. En zelfs in de kroegen met dronken vrienden die gedichten konden citeren terwijl ze op hun hoofd stonden. Van de drank. Zoveel tijd heeft het mij gekost. Aan de andere kant, ik weet het nu. En jullie weten het nu ook. Dus jullie kunnen zo dadelijk niet zeggen, wir haben es nicht gewusst. Laat deze even op je inzinken. Je kan ook zeggen, van deze video ga je dood. En dat is goed. Ich bin tot und das ist gut. Denk er maar even over na. Er zijn dingen die zijn niet per se christelijk en wel waar. En misschien dat Christus Jezus, de gezalfde Jezus, dat ook wel heeft gezegd of gedacht. Zou zomaar kunnen hoor. Ik wil hem niet overstijgen. Ik wil liever dat Jezus mij aan de hand neemt en mij leidt tot morgen. En dat hij mij dan weer gaat vertellen wat ik moet doen. Want ik weet het zelf eigenlijk niet. Ik durf het ook helemaal niet meer. In zo'n gevaarlijke wereld. Met zulke gevaarlijke mensen. Ik wil niet als Jan Hus op een brandstapel eindigen. Of door een deurwaarder weggesleurd. Het is echt... op je tellen passen. Dat moet je in deze wereld. Heel voorzichtig opereren. Dat betekent helemaal niet dat wij hopeloos verloren zijn. Of hopeloos zijn. Of reddeloos. Want dat was namelijk altijd al zo. Door de enige constatering is. En die geldt ook voor mensen als Jurk Gliesman. En Tom Fresh. En Walter Stickel. En Walter Feit. Daar krijg ik maar een heleboel namen op. Wat je constateert is iets wat is, dat is grondig fout. Grondig fout. En het goede nieuws was, en is, het was al 2, 3, 4, 5.000 jaar grondig fout. En nu hebben wij de boekdrukkunst nummer 2.0. En dat is een ander verhaal. En hoe dat af gaat lopen, dat weet ik niet. Wat ik kan zien
is de jonge mensen om mij heen, want ik kom veel in de kroeg, en dan drink ik altijd sarsaparilla sap. Dat kan je bijna niet krijgen, maar hier in Arnhem wel. Dat verkopen ze onder de naam rode wijn. Dat is esoterie. Ik krijg al dat sarsaparilla sap. En dan praat ik met die jonge mensen en die beginnen allemaal te tikken. Het begint voor die mensen te kloppen. Ze snappen waar de rotzooi vandaan kwam. En wat ik zie, dat zijn mensen die, ja, dat zijn bruino's, zwarto's, blauwo's, gelo's, blanco's. En dan zitten er gewoon tussen en dat zijn gewoon een stelletje eikels. Ja, en die vallen er vanzelf buiten. En die anderen die allemaal warmhartig zijn, die klonteren bij elkaar. En die gaan spelletjes schaak spelen. Bijvoorbeeld. Of darten. Of gewoon slap oude hoeren. Oude hoeren. Gewoon slap kletsen. Dat is ook leuk. Daar kan je ook enorm van lachen. En dan voel je je samen. En samen komen we er echt wel uit. Want ze kunnen ons in principe niet veel doen. De Verenigde Naties en alles. Waar het om gaat. Ik heb nog 7 minuten. Ik moet echt opschieten. Maar het zit als volgt in elkaar. Er is zoiets of niets. Hoor je me goed? Hè? Er is zoiets of niets. En laten we dat voor het gemak God noemen. Daarmee bedoel ik wat in Johannes 1, vers 1 staat. In de beginnen was het woord en het woord was God. En het woord was bij God. Dus het was, het woord was natuurlijk niet, het woord was bij God. Moet je even doorheen dringen ze. En dan heb je die andere meneer, dat is meneer Satan. Dat is de stelverteerder. De vertegenwoordiger, de vicarius, dat is de heer van deze wereld. Jezus heeft persoonlijk kennis met hem gemaakt. Zo staat in de schrift. Jezus heeft een tap night gehad, hè, om het maar over de skull and bones te zeggen. Maar hij werd gewoon op zijn schouder geklopt en hij keek om en dacht, wat doe jij daar? En Satan zo tegen Jezus van, je bent wel lekker bezig in mijn ogen. Als je even een beetje meewerkt, dan mag jij de hele wereld hebben. Ja, natuurlijk dacht Satan dat, want dan was hij van zijn werk af. en Jezus die heeft toen tegen Satan gezegd, en dat staat er in de Bijbel heel netjes, hè, van Satan... ga achter mij. In mijn Bijbel of zo staat dat zo. In het Engels, in de King James staat er dan denk ik. Jurk Gliesman weet ongetwijfeld over welke tekst ik het heb. En is het gewoon Satan behind me. Jee behind me of zo. Op z'n Amsterdams heeft Jezus gewoon gezegd. Satan, je kent mijn rug op. Hoor je nou? Satan, je kent mijn rug op. Jij sodemiet. Sodemiet erop, zeggen wij dan. Dat is Amsterdams, dat is Jiddisch. Satan, sodemiet erop. Flikker. Dat had Jezus helemaal niet nodig. En die lui, die hebben dus wel dat contract afgesloten. En Satan, die zit dus nou te bibberen van angst, zullen we zeggen. Want die lui hebben er tot nu toe niet zo heel veel van gepresteerd. Ze hebben wel heel veel bommen weten te gooien. Heel veel vrouwen weten te verkrachten. En ja, het is gewoon... het zijn soort tuinbeheerders die de tuin zijn gaan snoeien in de zomer. Want in de winter, toen ze moesten snoeien, toen vonden ze het te koud om te snoeien. En toen brak de zomer uit en toen braken de planten door. En toen zijn ze in de zomer gaan snoeien. Hoe moet meneer Satan dit verkopen aan meneer
G.O.D. Wat denk je zelf? Deze lui gaan eraan. Maar Satan, die krijgt om zijn oren. Die heeft gegokt op het verkeerde paard. Hij heeft gegokt op een stelletje pederasters. En op zich heeft Satan gelijk in de gok die hij nam. Metafysisch gesproken is dat zo. Wat je niet wil is een leider met een ego. Je bent een egoloze leider. En het punt is dat ze geprobeerd hebben om die mensen te maken. En die noem je faro of fura. En die zijn helemaal egoloos. Meestal zoveel mogelijk. En het heeft geleid tot niks. Het heeft geleid tot rijkdom voor weinigen. En armoe voor velen. En dan kan je hooguit bedenken van ja, maar daarmee hebben we die armoedigen gestimuleerd om ook rijk te worden. En ja, dat kan. Dat kan. Dat je zo denkt. Maar dan kom ik weer terug op die vaccinaties. Zo werkt het niet. Je moet kinderen goed onderwijs geven en een lekker bedje en een knuffeltje en een watertje en een fruithapje. Dat moet je geven aan de kinderen. En niet al die onzin. Nou. Ik zit nu op 16 minuten. Ik heb nog anderhalve minuut. Als laatste, wat heb ik nog te zeggen? We hebben de Unitet Nightions hebben echt ongelooflijk lang over gehad. En die rare Nobelprijs, dat vind ik ook zo. Ja, ik heb toch nog anderhalve minuut. Bob Dylan, kom op. Die man die heet gewoon zo, hè? Robert Zimmerman. Is hij met dubbel N? Ja. Ja, heb je. Robert Zimmerman. Robert Zimmerman or Zimmerman. May refer to Robert Allen Zimmerman, birth name of Bob Dylan. Ja, die man heette gewoon Robert Zimmerman. Ja. Hoezo heet hij dan Bob Dylan? En een fancy gitaartje hier zo. How many roads, Mr. Wayne, met zijn hoed. En die heeft de Nobelprijs gekregen voor de literatuur. Ik kan het bij. Was ook weer wat leuke dingen van. Ik kan het niet gaan opstarten natuurlijk. Ik krijg gelijk weer een dead cash. Even ontzettende dingen. Like a Rolling Stone. Ja, eigenlijk was het gewoon reclame voor de Beatles. Oh ja, en de Poorten van Eden. Ja, is dat voor een vent, man? Kom op. Dat is een Franse single, maar prachtig. En die heeft dan even de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. Wat is het ook weer met de Dinges Blues? Wacht even, die zal ik even proberen. Want ik weet niet meer precies wat het. Er is een heel grappig filmpje van. Blues. Ja. Kijk, ik weet nog recht binnen. Ja, deze. Ja. Echt. Ja. Ik weet niet hoeveel seconden. Als ik nou deze reclame erin laat. Kom ik er dan wel mee weg? Weet je het niet? Dit is dan Subterranean Homesick Blues. Ja, ik kom er weer even in, want er is iets misgegaan. Ik heb een ongelofelijke ban gekregen op YouTube. Dat is echt wel leuk. Stel ik je sukkels.
Jullie mogen en kunnen met mij meekijken. Kijk, hier staat hij. Dit is dus blocked in all countries. Ik kan er zelf denk ik naar kijken. Ik denk het wel. Maar no views, hè? Ik heb het hier over valse vlagoperaties nummer 7. De VN. En daarin heb ik een stukje opgenomen. En daar heb ik me lopen irriteren aan Bob Dylan. Robert Zimmerman. Daar ging het om. Dit is een rectificatie. Ik heb alles eraf geknipt. Ik heb ongelooflijk leuk lopen zeiken over die ongelooflijk stomme teksten. Kijk, een tekst. Als je een tekst schrijft, dan kan je dat doen om mensen te begeesteren. Of je doet het vanuit je hart, zou ik zeggen. Een schreeuw in de ruimte. Als eenzaam mens omringd, zoals Christus Jezus zei. Hij die mij volgt, die mij snapt, die verandert als een kind onder kannibalen. Dat zei Jezus niet, maar ik zeg dat hij dat zei. Kijk, en daar mag je over schrijven. En Bob Dylan, ja, die loopt in deze film. Kijk, wat heb ik hier dan? Ik heb het hier het origineel nog. Kijk of ik het kan maken. Dit is het origineel wat ik niet mocht, joh. En dan moet je zo doen. En dan doe je play. Dan moet je hier naar het einde toe. En doe even het geluid, doe ik uit. Het doet er helemaal niet toe. Alleen maar een. Oké. Hele mooie. Kijk, dit kan dus niet. Hè? Dit is Bob Dylan. En hier links heb je. Ik houd het een beetje klein, anders krijg je weer een pen. Het is allemaal. Een beetje niet echt literatuur. En dat verwijt ik die mensen van de Nobelprijs. Dat ze Obama, of heet hij nou, die was toch een Keniaan, of hoe heet hij eigenlijk? Dus zijn ouders deden toch aan porno fotograferen of zo. Die mensen van de Verenigde Naties. De Nobelprijs. En Nobel was de uitvinder van het buskruid. Dus je krijgt een prijs van de uitvinder van het buskruid. En hij heeft nog steeds niet zijn prijs opgehaald. Oh, pas op. Oh, hij gaat lopen. Oh, dan krijg ik weer een ben. Kijk, wind bloos. Ja. Ik stop ermee, want anders krijg ik weer een ben. Hè. Dus ik moet het gewoon weghalen. Maar dat jullie wel weten waar deze laatste afsluiting over gaat. Globalisme ain't no good. Diversiteit is dat wat we nodig hebben. En je hebt gewoon kleine mensen nodig, dikke mensen nodig, mensen met bloemkoolneuzen, alcoholisten die bereid zijn om te slapen in de goot, want ze hebben nog een halve liter vodka in de achterzak. En een klapmes voor wie hem af wil pakken. Die mensen leven ook diversiteit. En niet één grote mishmash. Dit was dus over de valse vlag operaties nummer 7. En daarvan uit zijn nieuws 143. En ik hoop dat dit een versie B. En die ga ik erachter plakken, dat wordt een versie C. Maar we komen er wel, mijn lieve kinderen. Want wij zijn de zachtmoedigen. Wij weten dat wij niet ongelovig zijn. En laat niemand je jouw vader noemen op deze aarde. Knoop het in je oren, van achteren en van voren. En als we maar met genoeg zijn, en een enkeling is genoeg. Een enkeling is genoeg. Jezus was hier met zijn 43en of zo. Had Jezus een volksbeweging? Ik dacht het niet, hè. Dus allemaal, shh.
Zoals ze in Hamburg zeggen. Tjus. Dag mijn lievers. En ik maak dit af. Ik heb mijn Bijbel gelezen. En veel harte warmte voor jullie. God houdt van je.